Welkom alle UFA'ers en welkom alle volgers van Folia bij nu de vierde inzoomen met Geert. Welkom ook crisismanager en bestuursvoorzitter van de UFA Geert ten Dam. Eerste vraag waar we altijd mee beginnen is, hoe is het met je Geert op dit moment? Ja, gelukkig. We zijn en blijven gezond, dus dat gaat goed. Ik merk wel naarmate de crisis langer duurt, dat we ons ook wel over een aantal zaken echt serieus zorgen gaan maken. Waar ik mijzelf echt zorgen om maak, we krijgen nu toch wel steeds meer signalen van studenten die echt serieus in financiële nood zijn. Nou, daar zijn we de kop over aan het breken. Docenten doen het echt top met onderwijs, maar tegelijkertijd zie je dat de werkdruk die al hoog is bij de universiteit en bij de UvA stevig oploopt. Zorgen ja. Ook over wat doet dit nou op lange termijn met de kwaliteit van ons onderwijs als we de directe interactie kwijt zijn. En maak me ook wel zorgen wat dit voor de Nederlandse samenleving op termijn doet. Welke mensen, welke bedrijven, welke instellingen gaan op termijn mogelijk omvallen? Ja. Nou was deze week de persconferentie. Het leek, of het is, een hele kleine versoepeling van een paar maatregelen. Hoe heb jij dat gezien, Geert? Wat ik gehoord heb en de signalen die we natuurlijk ook via de VZNU en ook van OCMW krijgen, waar we nou mee in contact gaan zijn, is dat nu de versoepeling voor het basisonderwijs is, de scholen gaan in een bij deze tijd passende vorm. Aan 11 mei weer starten, daar ben ik echt heel erg blij mee, om heel veel verschillende redenen. Ik hoop dat als de ervaringen daarmee zijn opgedaan, het voortgezet onderwijs en dan ook mbo hoger onderwijs volgt. Maar dat zal toch echt stapsgewijs zijn. Nou denk ik zelf, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie, zeg ik er meteen bij, dat het inmiddels ook wel steeds moeilijker wordt om voor de zomer daar nog dingen op gang te brengen. We hebben nu tot 1 juni ook door de RIVM-richtlijnen gezegd, geen fysiek onderwijs onder stringente voorwaarden. Mogen onderzoekers, studenten, medewerkers de gebouwen in om het een en ander te doen. Daar houden we aan vast. Groot opschalen, grote colleges, dat is toch op dit moment niet aan de orde. Niemand verwacht dat ook na 1 juni. Maar kleinschalige zaken kunnen wel. En een faculteit moet dat kunnen doen, uiteraard op een verantwoorde manier. Studenten vinden, sommige studenten in ieder geval, roepen op tot een soort extra compensatie nog, omdat ze onderwijs missen. Hoe kijk jij daarnaar? Dat gesprek loopt nu bij OCMW. Wat kan OCMW mogelijk, wat kan er meer gedaan worden dan enkel dat je nu ruimere studieleenfaciliteiten bij DUO hebt? Zelf binnen de UvA hebben wij natuurlijk het reguliere noodfonds waar studenten een beroep op kunnen doen. Dat kan ook nu vanzelfsprekend. Tegelijkertijd realiseren we ons heel erg goed dat zo'n reguliere voorziening in de huidige tijd tekortschiet. Dus wat we besloten hebben, ik heb net daarvoor een filmpje voor de alumni opgenomen, is dat we een crowdfundingactie bij alumni starten. Om studenten die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven in deze tijd. Als we nog iets verder kijken en waar ik misschien, waar Mark Rutte het over duivels dilemma's had of moeilijke dingen, zou ik het ook moeilijk vinden om verstandige besluiten te nemen over hoe het dan in september weer verder zou moeten. Nou, dat grootschalige evenementen zoals een entreeweek of een opening van het academisch jaar in de aula geen doorgang kan vinden, dat is geen dilemma. Kan niet, is qua gezondheid onverantwoord. Shit happens, is niet anders. Er wordt heel hard nu al nagedacht bij de student services over alternatieve vormen van de entree. Want we willen natuurlijk onze eerstejaarsstudenten wel welkom heten. En ze ook van begin af aan binden in Amsterdam en aan de UvA. Kijk, wat mogelijk een dilemma is... Hoe zorg je dat je de gezondheid en de veiligheid van medewerkers en studenten borgt en tegelijkertijd onderwijs weer en onderzoek voortgang laat vinden? We hebben eens al zitten kijken, als je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden,
Wat betekent dat dan voor het gebruik van de gebouwen? Nou, dan kunnen we pak en beet 25% van onze capaciteit gebruiken. Dus de dilemma's is vooral een logistiek probleem. Inrichtingsverkeer op de trappen, ja, om maar eens een dwarsstraat te noemen, zijn allemaal van die kleine dingen waar je over na moet denken. Een van de onderdelen, online ook vooral, zijn de tentamens. Daar is vanuit studenten hoor je wel kritische geluiden over proctoring, zoals dat heet. En de privacy-aspecten die daarbij een rol spelen. Is er geen ander alternatief, voor zover je weet, om dat beter te doen op dit moment? Als het gaat om online tentaminering, als er een goed ander alternatief was, hadden we denk ik al gevonden. Er lopen nu 2 pilots zijn geweest bij economie. Die worden heel precies geëvalueerd, met name op privacy aspecten. Daar willen we de komende, nou pak een beetje 2 weken ook een besluit over gaan nemen. Onder welke voorwaarden kunnen we dat veilig doen met respect voor privacy? De online tentaminering moet op zo'n manier worden ingericht dat data niet opgeslagen worden, enzovoort, enzovoort. En wij willen ook zoeken naar studenten die dit niet kunnen, omdat je bijvoorbeeld de apparatuur niet hebt. Of je echt principieel bezwaren tegen blijven houden, ondanks de waarborgen voor dataopslag. Dat we die via de examencommissies ook een alternatief kunnen bieden. Ja, dankjewel voor je tijd weer. En we zien elkaar snel weer voor de volgende aflevering. Alle gezondheid en goed voor jou. Dag. Dag.